Oh, daar ja. Hier ben ik echt een modelbouw. Is wel die? Nee, ik kan een modelbouw zijn. Ja. Ja, ouder die broeder waar wij vanmiddag mee gevlogen. Ik heb nou geen tijd. Hou te doen wat ik ga. Wat heb je nou voor vliegtuig bij je? Ja. Gelijk onder her. Nou, dit is een beter bewerking. Maar hij is uit. Die is van jou, wat daar ligt. Hoe ver kun je nou kijken met zo'n ding? Is het een heel end? Ik sta hem zelf even op. Ik sta hem zelf net. Dat is wel een begrip, Martijn. Dat klopt hoor. Het is wel hek als je dacht vandaag. Door een setje muggen hier. Wel achter die camera blijven jongens, want ik ben helemaal niet happig op. Ik zal je mijn telefoonnummer geven, maar weet nooit dat ik tegen terugkom. Hij geeft wel zijn draai. Is dat elektra? Ja. Dat is goed. Heel beter daar. Wij moeten zo'n UFO hebben op elektra. Ja. Maar een stuk 220 snoer eraan. Kom, maak het echt spannend. Dat is echt voor ons. Hey, maar hoe vinden jullie dat? Hij zegt dat het hartstikke makkelijk is. Ja, voor een ervaren vlieger. Oh, dus jij bent een vlieger, ja? Hij zegt dat we een instapmodelletje, dat is prima, zegt hij. Voor ons, speciaal voor ons. Ja, wat doe je? Hij is aan het spacen, dat zie je toch? Voor MTV dit. Van de vette kleur. Hey, wacht even, hij is hem aan het opwinden, dat vind ik ook altijd spannend. Met de hand, hè, van Leeuwen? Ja, hè? 220 erop. Wat? Ja, huh? 220 erop, hartstikke idee, Martijn, zo gaat dat. Zou er een nieuwe kleur doen? Ja, doe het maar. Ja,
afspraaien. Ik wil nog halen. Die boven een auto kwam. Grapje hoor. Is dit jouw toestel? Ja. Waarom? Ja, hij is er ergens achter de voetbal. Niet op een auto hoor. Hé, hey, hoor, pieken, anders kom ik niet op. Hè? Waarschijnlijk niet zo krijgen. Don, vertel eens een reclamefilmpje voor Elektra Service Bunschoten. Ja, die zoeken we wel even. Ja, die vind je nooit meer. In de boomtoppen. Waar zou dat ding liggen, hè?